Welkom allemaal bij deze derde en alweer laatste themasessie over vroegsignalering bij woningcorporaties. Laat ik mezelf even voorstellen voor degenen die nieuw zijn bij deze sessies. Er zijn er ook een aantal die de twee eerdere themasessies al hebben meegemaakt. Ik ben Fons Lustenhauer, bij Platform 31, projectleider. Aan de kant van wonen en vanmiddag jullie gastheer en gespreksleider. Mijn collega Jess de Vries is ook aanwezig en verzorgt de logistiek weer. En we hebben net zoals de voorgaande keren ook weer een aantal gasten. Mijn collega Lisanne zal vanmiddag een bijdrage leveren over stresssensitieve. Het is een moeilijk woord, Lisanne. Stresssensitieve dienstverlening. En wat dat betekent voor vroeg. Ja, daar breek je echt je tong over. En wat dat betekent voor vroegsignalering. En we hebben twee gasten ook van corporaties. Jos Versteeg, die hoorde u net al van Woonstad Rotterdam. En ook Dorine Lomme van Portaal, die vanmiddag iets zullen vertellen over het incassoproces bij die twee corporaties. Zij stellen zich straks bij de presentatie wel verder aan u voor. Ja, voor de vaste deelnemers aan deze themasessies hoef ik eigenlijk niet meer uit te leggen waarom. We deze themareeks hebben georganiseerd rondom vroegsignalering. En nu hoor ik een achtergrondgeluid, dus ik hoop dat iedereen zijn microfoon op mute kan zetten. Vroegsignalering is eigenlijk, of kan een aanpak zijn, maar is in onze ogen toch wel een beetje de aanpak om het ontstaan van problematische schulden bij huurders te voorkomen. En dat is niet iets wat wij hebben bedacht, maar dat is ook gebleken in de afgelopen jaren uit diverse experimenten en pilots die op verschillende plaatsen in het land zijn georganiseerd. En dat blijkt ook uit de cijfers van de monitor vroegsignalering. In die gemeente waar die pilots zijn georganiseerd, bleek dat de gemiddelde schuld van huishoudens met schulden zeg maar, tijdens die pilots enorm afnam. Ook het aantal huisuitzettingen ging fors naar beneden. En dankzij vroegsignalering waren er ook veel minder schuldhulpverleningstrajecten nodig. Kortom, met vroegsignalering worden problematische schulden voorkomen. En zoals ik ook in eerdere sessies al zei, met name voor de huurders is voorkomen veel beter dan genezen. Wat gaan we dan vanmiddag doen? Waar we in voorgaande sessies met name hebben stilgestaan bij de samenwerking en hoe die al of niet tot stand komt tussen gemeenten en corporaties rondom vroegsignalering. En in de tweede sessie hebben we ingezoomd op de systemen die gegevensuitwisseling ondersteunen. Gegevensuitwisseling waar in de nieuwe wet gemeentelijke schuldhulpverlening juist een basis voor is gegeven. Daar gaan we in deze sessie met name focussen. Of focussen we op de klantbenadering? Hoe benader je de huurder en hoe stem je die af met de gemeente? Voor zover dat al gebeurd is bij de corporaties die aan het woord komen. En wat kan een stresssensitieve benadering daarin betekenen? Na die inleiding van Lisanne over stresssensitieve benadering zullen Portaal en Woonstad delen. Hoe zij met sociale incasso omgaan en of ze dat inderdaad met hun gemeente hebben afgestemd. Ook deze bijeenkomst hebben we weer een gemengde groep van corporaties en gemeenten. En dat verheugt ons, want ja, jullie zullen er toch met elkaar uit moeten komen als het gaat om de afstemming van processen en het uitwisselen van gegevens en het inrichten van het hele proces rondom vroegsignalering. Als er vragen zijn naar aanleiding van de presentaties, steek je hand omhoog of stel hem in de chat. Er is genoeg gelegenheid in het programma om dat te doen en daar nodigen we jullie ook van harte voor uit.